Dag lieve mensen, welkom bij Angel Shaman Power. Mijn naam is Jacqueline. We werken met de Healy. Ik heb hem om. Tijdens deze video laat ik de Healy lopen op het programma Ontspannen. Zodat je eens kunt merken wat dat betekent als een Healy frequentie stroomt. Goed, wat heb ik nieuw? Daar heb ik jullie al een paar dagen over verteld. Dat ik ga beginnen met een energetic balance methode. En wat houdt dat in? Ik gaf vroeger altijd een paar keer per maand healing sessies. En dat was 1, 2 keer per maand, 3 keer per maand soms. Hè. Dus die stoppen. Wat komt daarvoor in de plaats? Iets beters, vind ik. Namelijk een programma waarin we dus met een beperkt aantal mensen 30 dagen, ja je hoort het goed, 30 dagen, iedere dag, zet ik voor die groep de Healy aan. En waarom? Om je stress te reduceren. En zeker in december. We starten namelijk 1 december. Start ik dus met de Energetic Balance methode. En waarom? Om jou te zorgen dat je rustig de december doorkomt. Maar ook je stressniveau omlaag kan. En je oxidatieve stress, die dus vastzit in jouw cellen. Dat omlaag gaat. En waarom moet dat omlaag? Omdat dat super schadelijk is voor jouw lichaam. En oxidatieve stress wordt dus vastgehouden in je lijf. Dat dien je dus op te schonen, want anders kun je daar lichamelijke klachten van krijgen. De vrije radicalen die moeten aangepakt worden door antioxidanten. Dat kan dus ook met de Healy frequenties. Maar je kunt het aanvullen, en dat heb ik op dit moment ben ik dan aan het doen, met de Modair producten. En welke producten gebruik ik? Ik gebruik de Axis Trebiotic. En dan gebruik ik de Life van de Bonaire. Dat is collageen. Is fantastisch natuurlijk voor je huid. Hè. Je krijgt er een hele mooie huid van. Als je die niet hebt. En je krijgt dan de Noni. De Noni bestaat uit heel veel vruchtensappen. Ook heel erg goed natuurlijk. Hè. Zoals bosbessen zit daarin. Als je meer wilt weten over de producten van Modair, download het e-book. Ik zal hieronder de link neerzetten. Alles is klaar. De hele automatisering staat. Ik heb daar een paar dagen aan gewerkt, maar het werkt. Het staat. De Life, de Liquid Biocell, geeft de naam al aan. Het is vloeibare collageen. Allemaal troepvrij, toxisch vrij, non-GMO. Dus alles is zuiver. Niet getest op dieren, ook belangrijk. En de Axis Trebiotic, dat zijn korreltjes. Die zijn, ik zal er even wat minder in doen. Dat zijn dus korreltjes. Dat kleine schepje. Je kunt daar 1 schepje van gebruiken. Van allebei die drankjes 1 eetlepel. Je kunt dat per keer nemen. Of je kunt zoals ik doe, maar dat ligt aan mijn maag. Dus dat kan ik kan dat niet verdragen in 1 keer. Dus ik doe dat splitsen. De helft, helft. Hè? Dus het 's middags en het 's morgens. Of het 's morgens en het 's middags. Dus als jij meedoet in december aan aan dit programma. Aan mijn programma Energetic Balance methode. Dan krijg je dus iedere dag een Healy frequentie. Ik heb daar healing frequenties op staan. Een Gold Circle programma. Ik heb programma's voor de meridianen, voor de chakras. Ik kan een aura lezing maken. Dus dat kan heel veel en dat ga ik aanzetten voor die maand december en ik ga invoelen wat nodig is. Bovendien staan 5 modules klaar om je meer te vertellen over de Noni en de Liquid Biocell en de Axis, maar ook meer te vertellen over de Healy. Ik ga je daarin meer vertellen over mijn healing methodes, hoe dat werkt, gaat dat niet. Want ik connect met mijn gidsen, dus ik kan dat ook niemand leren. Dat ga ik ook niet doen, daar hebben mijn gidsen ook gezegd, dat is niet de bedoeling. Wij connecten met jou en via jou gaat het dan. Dus dat kan niet. Dan leer je ook over de nervus vagus, hoe je dat zelf ook nog kunt resetten. Gedeeltelijk natuurlijk, hoe je oefeningen kunt doen. Resetten is een groot woord. Gaan werken met de ang. Ik geef daar live sessies in die maand. Ik ga niet op vaste tijden. Wel de eerste, die gaat op 2 december van start om 10 uur. Als jij je dus aanmeldt voor €57 kun je meedoen voor een hele maand. Ja, je hoort het goed. Kun je aanmelden. De link staat hieronder.
dan kun je alvast al die 5 modules lezen. Dus je hebt nu nog een paar dagen natuurlijk voor te lezen. Deze informatie die blijft staan. Als ik dan in januari met een ander programma start, dan zie je in ieder geval dezelfde informatie. Maar de Healy is anders natuurlijk. Er worden andere frequenties gebruikt. Er worden andere sessies gegeven, want die zijn wel live. Ik ga afstandshealingen geven, want dat heb ik jaren gedaan. Voor heel veel mensen tegelijk, over de 100. Dus dat kan allemaal. De groep die zal ik klein houden, max 20 mensen. Dus als jij zegt van ik wil daarbij zijn, nu is je kans, kun je nog alvast alles lezen. Je kunt als je in Nederland woont ook in 3 termijnen betalen. Klarna, dat is het mooie aan Modair, hè? Dat is fantastisch. Je kunt dus ook met Klarna betalen. Hè? Je kunt dus ook achteraf betalen voor deze 3. Ik heb dit zo bij elkaar gekoppeld. Dat het op dit moment even het beste is wat werkt om de stress te resetten. Met de Habit Juice ben ik gestopt, dat had ik al verteld. Dat voelde niet meer goed. En dan moet je gewoon moet je het loslaten in liefde. En dan mag je kijken naar wat anders en dan komt dat gewoon zo op mijn pad. En de Healy kwam natuurlijk ook op mijn pad. Dus als je kijkt naar deze video, krijg je dus ook die frequenties mee van de Healy. Ik heb nu het programma Ontspanning erop staan. Ontspanning van stress. Dan weet je alvast als je naar deze video kijkt, wat dat voor jou kan betekenen. En als je deze video vaker kijkt, dan heb je natuurlijk ook die frequentie wat je vaker kunt voelen. En hoe werkt dat met een Healy? Alles is energie. Alles. En wij bestaan uit 70% uit water. Dus jouw watermoleculen die reageren op die trillingsfrequentie. Zet maar eens een glas keihard neer. Ja, dat gaat nu niet, want dan gaat het eroverheen. Maar dan trilt dat wateroppervlak. Dus op die trillingsfrequentie, daar trillen jouw cellen ook. Dus als jij zegt van ik wil nu echt die stress, en zeker voor december. Hè? En als je ook nog mensen verloren hebt in december, is toch altijd een hele zware maand. Jij hoeft daar zelf niks voor te doen. Ik zet dat programma aan, ik zet het apparaat aan en het stroomt. Jij wordt meegenomen in die groep, in deze groepsessie, want je weet, dan zet ik altijd een container van licht eromheen. Jullie weten, de mensen die bij mijn sessies zijn geweest, die weten hoe dat werkt. Dus daar krijg je dus ook deze frequenties. Ja, en dan zijn die frequenties voor die groep. In januari start ik weer met iets nieuws. Wat ook heel fantastisch is van Modair, ze hebben een body transformation system, dus om af te vallen. Ze hebben een 5-daagse cleanse, dus dat je echt je darmen helemaal leeg opschoont, leeg maakt. En daarna 30 dagen is het kuur, hè? Daar kun je dus gegarandeerd mee afvallen. Ik ga daarmee starten. Ik ga dat gewoon uitproberen voor jullie. Want mij mogen er nog wat 5 kilo's of 6 kilo's vanaf. En dan is het voor mij ook goed. Maar dat ga ik dus uitproberen. Want ik wil dat zelf ervaren. Ik ga ook waarschijnlijk de collageen of de producten voor de huid gebruiken. Niet dat ik een slechte huid heb. Maar ik wil dat gewoon ervaren. Want ik zie hoe die anderen, welke huid dat die hebben, dat kan nog altijd beter. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. Dus als je zegt van, ja, ik wil daar ook meer informatie over. Kijk even, de link van de Modair producten zet ik ook hieronder. Alles is aangepast, mijn website is aangepast, mijn linktree is aangepast. Daar kun je dus ook nu op mijn website trouwens. Als je daar klikt op nieuwsbrief, zie je ook meteen de links voor de e-books aan te vragen. Het e-book wat ik nu klaar heb, dat staat al klaar. Daar ga ik nog aan toevoegen, omdat ik het programma hetzelfde hou voor in januari, hè, voor de Body Transformation System, hou ik hetzelfde. Maar ik wil je een groot pakket aanbieden. In ieder geval dat je de informatie hebt erover, dat je weet wat het betekent. Dus ik ga ook in het e-book nog de informatie over het Body Transformation System verwerken. Dus dat wordt een langer e-book, een groter e-book. En ik ga je dus ook de mogelijkheden laten zien wat het betekent als je bij Modair gaat werken. Want je werkt daar vrij, je werkt daar gewoon als zelfstandige. Hè? Het is niet zo dat je in dienst bent, maar je kunt dus daar ook gewoon iets bij verdienen of je kunt daar je volledige beroep van maken. Ik vind het fijn om het aan te bieden naast mijn gewone werk, want het betekent dat je een compleet pakket kunt aanbieden. Een volledig pakket.
En dat is eigenlijk fijn, want je dient je natuurlijk op te schonen van binnenkant, zo binnen, zo buiten. En dan dient de buitenkant, de binnenkant, de frequenties dienen juist te zijn. En daarom is het ook belangrijk om die lage frequenties op te schonen. Maar ik ga nog even wat kaarten leggen. Was dat alles wat ik moest vertellen? Ja, zover wel. Dus het is ook belangrijk als je die frequentietherapie hebt om veel water te drinken natuurlijk. Als je in België woont, even dat terzijde. Helaas, Ideal in 3 kan daar niet. Wel de producten van Moder, die kun je dus wel. Volgens mij kan dat wel in België. Dat weet ik niet zeker, durf ik je niet 100% te zeggen. Dus dat zou je even moeten nakijken of dat wel kan bij hun. Daar heb ik niet zo'n idee van. Met Klarna ben ik niet zo van op de hoogte. Ik heb wel ook op mijn website ook Ideal in 3. Dus als je zegt van Jack, ik zie daar een consult bij jou, €88. Ik wil dat nu graag hebben, maar dat lukt me nu niet. Ik kan het wel in 3 termijnen betalen, geen probleem. Dan vink je gewoon die module aan Ideal in 3. Kan allemaal, heb ik aangezet voor jullie, zodat jullie het wat makkelijker hebben. Zo, volgens mij zit er weer een verkeerde tussen. Ja, dat lijkt op elkaar. Stabiliteit. Je krijgt nu de stabiliteit verankeren. En dat is ook waarom ik dat programma heb neergezet. Dat mensen in hun power komen, hè, die kracht echt aanzetten van binnen. Dat je die kracht, dat licht van binnen, wat je van binnen hebt, wat iedereen heeft, dat je dat gaat neerzetten. En dat is natuurlijk fantastisch. De kracht, of de kaart. Er is misschien een introspectietijd, nu, voor jou. Of even om te poseren, of even te herstellen. Hè? En als je ziet van, ja, waarin mag je herstellen in wat je hebt meegemaakt. Als ik dan kijk... dat als je druk bezig bent geweest en je zet die Healy aan, daar heb ik dan geen last meer van. Gisteren was ik moe en nu is het weer helemaal weg, want je zet die Healy aan en dan is de energie er weer. Dat is gewoon fantastisch. Goed, innerlijk kind. Het kan dus zijn dat je daar nog last van hebt, dat je nog iets mag helen, dat je nog de liefde voor jezelf mag creëren, want dat is ontzettend belangrijk voor jezelf. En ook voor de zekerheid in jezelf, hè? De veiligheid. Dat is namelijk ontzettend belangrijk om die veiligheid in jezelf te voelen. Maar ook het stukje leegte, als je een leegte voelt in jezelf, is het natuurlijk belangrijk om naar te kijken, waardoor komt dat? Wat vul je die leegte altijd op met werken? Of vul je die leegte op met eten? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat heb ik in het verleden altijd gedaan. En ik heb het altijd gedaan met werken, maar nu heb ik gewoon alles neergezet. Dat moest natuurlijk snel, want we hebben dadelijk Black Friday Week volgende week, dus let op. Meer daarover op mijn social straks, of van de week. Maar dan is het wel zo dat je het klaar moet hebben. En dan kun je daarna genieten van de rust, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar kijk ook eens waardoor het komt. Het kan ook van familiekarma komen. Ook dat gaan we aanpakken in die sessies. Hè. Ik ga echt alles wat ik voel, wat opgeschoond mag worden, energievortexen sluiten, alles gaat in december gebeuren. Dus er zijn maar een beperkt aantal plaatsen. Als je erbij wil zijn, zou ik zeggen, doe je ding, klik je onder en ga eens lezen wat het betekent. Wat ik ga doen allemaal, veel. Alles wat ik kan, wat ik mogelijk is, wat voor healing technieken ik in huis heb, daar ga ik je mee helpen. Want je bent al heel, maar soms heb je zulke overtuigingen die zo vastgeroest zitten in je systeem. En daar is de healing gewoon fantastisch bij, want die zorgt ervoor dat het losgetrild wordt. Plus deze producten die ook echt op lichaam, op je fysieke lichaam werken. En dan ga je ook in een andere energie komen. Dat is namelijk ontzettend belangrijk. En ik weet dat jullie dit gaan voelen. Als je kijkt naar deze video, ik weet dat je het voelt. Laat maar weten in de comments hier. Daar ben ik heel benieuwd naar. Wat je daarvan ervaart. Of je deze trillingsfrequentie ervaart. Niet aanvaart. Ook dat. Maar ervaart. In jouw systeem. Of je iets voelt. Ga je concentreren erop. Ik moet even kijken of dat lukt. Of ik hieronder een
plaatje kan zetten, dat weet ik niet precies, anders zet ik het op de socials, dat ik daar ook de frequentie even op laat lopen. Want zo werkt dat, hè. Kijk, dat is fotolezen. In principe is dat hetzelfde als fotolezen. Als ik een foto van iemand zie, en nee, je hoeft me geen foto's te sturen, ik heb geen foto's nodig. Mensen denken altijd, ja, ik stuur je een foto, dan weet je het beter. Nee, waarom? Ik hoef dat niet. Ik hoef ook niks te weten. Als jij een consult bij mij boekt, alsjeblieft, stop ermee. Ik wil niks weten. Ook geen ellenlange dingen in de opmerking, helemaal niets. Ik hoef niks te weten. Ik vertel jou wat ik hoor. En dan weet je tenminste dat het klopt wat ik zeg. En dan weet je ook van, hey, ja, ze weet het gewoon. Niet doen. Ik wil niks weten. In ieder geval niet van jou en van je proces. Ik vertel het jou wel waar je staat. Goed, we gaan eens even kijken bij de Divine Feminine. Wat is er bij jou? Het kan zijn dat jij dus nog problemen hebt, denkt na over vertrouwen, dat je nog problemen hebt met vertrouwen of dat je te veel piekert daarover of met vriendschappen. Dat kan allemaal. Of het vertrouwen in jezelf. Hè? Dat zijn ook mensen die hebben weinig zelfvertrouwen. Daar voel ik heel sterk. Het zelfvertrouwen is natuurlijk ontzettend belangrijk om jouw energiefrequentie te verhogen, om ook jouw manifestaties te laten stromen. Dat is ook heel belangrijk. Dus dat is gewoon super belangrijk. We gaan kijken, daar gaat dus iets opgeschoond worden. Daar gaat de klaverbladen, die geven aan, het komt allemaal goed. Misschien had je ook zoiets van, ja, gaat het allemaal wel stromen? Want misschien heb je geduld nodig moeten hebben. En stroomt het nu en krijg je dus nu jouw droomwens dat dat nu gaat stromen. Dat dat nu gaat gebeuren. Maar dat je nog een stukje dark night with the soul moest. Hè, of daar nu in zit volledig. Dat kan. Hè. Het is natuurlijk niet altijd makkelijk. En zeker als je nu misschien in een stukje dark night with the soul zit. Om jouw zelfvertrouwen. Om jouw eigen waarde eens te gaan zien. En eens te weten wie ben ik. Wie ben ik en wat kom ik hier brengen in de wereld. Wat heb ik voor taak hier in de wereld. Als je dat nog niet weet, geef jezelf ook de ruimte daarin. Hè? Want in de ruimte ontvouwt het zich. Ik mocht het ook de ruimte geven. En als je dan ziet wat dan... En dat gaat dan meteen de dag daarna. Hè? Ik gaf het de ruimte en opeens, bam. Het lag gewoon voor me als op een zilveren presenteerblaadje. En van daaruit heb ik dingen gemanifesteerd. Ik heb het gewoon gezegd. Dat is ook nog wat ik ontvang. En dit is wat gaat gebeuren. En 2 dagen daarna ontving ik het. En ik had zoiets van, wat is dit? Oké, weet je. En dan mag je alleen maar zeggen, dankjewel universum. Hoe dat dan stroomt, ik weet het niet. Maakt me ook helemaal niet uit. Maar het is er. Dus ergens moet je gewoon super, super veel vertrouwen in jezelf gaan krijgen. Als je dat niet hebt, dan is het gewoon super belangrijk dat je dat gaat doen. Kies daarvoor. Kies voor jezelf en kies voor je eigen waarde. Kies ook daardoor ook voor je overvloed. Want daar gaan we dus ook mee aan de slag. Met dat hele stuk overvloed. Maar er ligt gewoon heel veel rommel. Ik heb het gevoel dat bij velen van jullie... Want ik voel gewoon, dit is... ik kan hier niets mee wat hier ligt. Voor mij, als ik naar mezelf kijk... denk wat, ja... Maar het is het collectief. Er is gewoon heel veel wat gekozen moet worden. Dat je mag kiezen voor jezelf. Dat je dit stukje... Dit stukje mag loslaten, dit zware stuk. Er komt gerechtigheid. En wat ook zwaar is nog misschien, daar komt ook gerechtigheid in. Het heeft ook te maken met vertrouwen. Misschien had je het vertrouwen van hoe gaat het stromen. En het kan natuurlijk bij iedereen verschillend zijn. Hè? Het kan zijn dat je het eigen waarde hebt. Het kan zijn met je tweelingziel, het kan zijn met kinderen of wat dan ook. Maar er komt gerechtigheid, ja, met kinderen zie je. Dat kan dus ook met kinderen zijn. Er komt gerechtigheid. Er komt gerechtigheid, want de... Plotseling ook. Plotseling komt daar gerechtigheid. En er gaat iets stoppen. En wat gaat er stoppen? Die hele moeilijke stukken. Dat je misschien hebt met je innerlijk kind. Hè? We hadden het over eigen waarde. Innerlijk kind. Dus ergens, het kan ook zijn dat je met je eigen kinderen wat hebt. Dat daar iets in onbalans is. En dat dat mag gaan stromen. En dat dat opgeschoond wordt. Dat dat opgeruimd wordt. Of het innerlijke kind in jezelf. Als je dat al opgeschoond hebt, kan het te maken hebben met
of een nieuw begin met je tweelingziel, of een kind in jouw leven. Dus voel eens even hoe dat stroomt. Voel eens even wat dat met je doet. En ja, er gaat in ieder geval alles, er gaan berichten komen. Er gaan berichten komen en dat heeft te maken met emoties. Dat heeft te maken met emoties, er gaat vooruitgang komen. Dus ergens gaat hier iets stromen. Ergens gaat er iets stromen. En het voelt voor mij alsof er gewacht is. Want de Vos is ook een kaart van het wachten, maar ook een kaart van oneerlijkheid. En oneerlijkheid en dat iemand niet, ja, gewoon niet eerlijk is. Of niet eerlijk in zijn emoties, of niet eerlijk in zijn gevoelens. En wat die persoon voor je voelt. En dat kan dus met kinderen te maken hebben. Het kan ook met jezelf te maken hebben. Dat je niet durft te erkennen wie je bent. Dat je niet jouw eigen kracht durft te erkennen. Want er zijn mensen die zijn daar bang voor. En waarom? Omdat als ze dat doen, als ze gaan zien wie ze zelf zijn, dan kun je niet anders, dan kun je niet meer terug. Dan is hier klaar en dan moet je vooruit. Dan heb je twee mogelijkheden. Of je blijft zitten waar je zit, of je gaat vooruit. Want dan als je iets erkent, dan moet je actie ondernemen. Dus altijd wordt dat gevolgd door actie. Dat kan niet anders. Want dan duwt het universum je wel vooruit. Van, hé, jij hebt gekozen. Je hebt gekozen en gezegd, je hebt gezien dat jij krachtig bent. Waarom doe je er niks mee? Dus dan komt het volgende. Word je geduwd naar voren. Want dat is belangrijk. Dat mag je zien. Daar mag je naartoe. Naar jouw dromen. En het kan zijn dat het iets is wat je gemist hebt. Of je innerlijk kind, of je eigen waarde, of je eigen liefde, want je bent al heel. Maar je hebt je misschien in je hoofd gezet, ik ben het niet waard. Als dat jouw hele leven, misschien, ik weet niet hoe oud dat je bent, het maakt ook verder niet zoveel uit. Het kan zijn dat je dat 50 jaar gedacht hebt, het kan zijn dat je dat 30 jaar gedacht hebt, het kan zijn dat je dat 20 jaar gedacht hebt. En daar mag iets veranderen. Daar mag een verandering in komen. We gaan eens even kijken bij de Divine Masculine. Dus het kan zijn dat bij jou nog iets opgeschoond wordt met kinderen. Het kan zijn dat er nog van alles in je innerlijk stroomt. Dat kan. Wat is bij die ander? Wat mag die... Oeps. Het is bizar. Hij vroeg de hond vertrouwen in zichzelf. Vertrouwen ook in het positieve, in het licht. Dat is wel heel mooi. Die gaan wat snel, deze. Iets ouds komt terug. En dat kan ook de kracht in hemzelf zijn. Hè? Dat is verschillend. Dus dat. Hij gaat het ook verankeren nu. Dus of jullie verbintenis wordt verankerd. Of hij verankert die kracht in zichzelf nu. En ook het positieve in zichzelf. Hè? En is ook aan het groeien. Is ook stabieler aan het worden. Wat ook heel goed is. Maar wil ook jou... Jullie verbinding laten groeien. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? En daar komt een verandering en er komt communicatie. Dat zei ik vorige week al of deze week. Er komt communicatie en jullie gaan elkaar zien. Of dat nu is, al een minuut, of dat jullie nog maanden moeten. Dat kan ik ook niet zien, maar die energie is er wel. Dus er zijn mensen die kijken, die staan gewoon op het punt om elkaar te zien. Om elkaar te ontmoeten en elkaar weer om de hals te vliegen. Bij wijze van, nou ja, dat zal je dus letterlijk gaan doen. Maar dat staat te gebeuren. En niet voor iedereen, helaas kan ik ook niet zien, dat is het collectief, maar er zijn erbij die zitten in deze fase. En als jij zegt van, nee, voor mij past dat nu niet. Misschien als je 2 maanden verder bent of 4 maanden verder bent, kan het wel. Kijk dan het oude video's terug, zou ik zeggen. Oh ja, ik had ook nog die nieuwe kaart, hè? Dat was ik alweer vergeten. Die gaan we dan eens even erbij pakken. Wat mag ik hier nog zien? Want nee, ik ga eerst iets anders doen. Ik ga eerst eens wat jullie samen nu gaan doen. Willen nog maar erbij pakken. We hebben nog tijd zat. Dat programma dat loopt nog. 24-24 kijk ik net. 6-6. Oh. Schip, jullie gaan samen je toekomst plannen. Geluk komt eraan. Maar ook jullie dromen worden nu werkelijkheid. Heel veel emoties, op seksuele dingen nog, kan ook. Maar het gaat wel stromen.
En jullie gaan eigenlijk bepalen welke weg, hoe gaan wij verder? Wat willen we samen? Wat willen we samen neerzetten? Wat willen we gaan doen? Misschien qua werk of gewoon hoe je samen haar die relatie vorm gaat geven. Want dan moet je natuurlijk toch eventjes gaan overleggen van wat willen we? Hè? En ja, naar de openheid ook misschien. Hè? Dat jullie het gewoon, ja, iedereen mag het nu weten. Dus dat. En dat is natuurlijk ook heel fijn. Dat je nu mag gaan vertellen wat je voelt. En het ook mag verankerd worden. En dat andere mensen, of in ieder geval dat je voor jezelf die opening gaat creëren naar buiten. Dus dat gaat eigenlijk heel erg goed. We gaan eens even kijken wat daar nog meer speelt. Als je dus in die frequentie zit dat jullie bijna samen zijn. En nogmaals, dat kan voor iedereen verschillend zijn. Maar kijk daar even naar wat bij jou passend voelt. En niet iedereen zit in dat stuk, helaas. Wat hebben we hier? One day. Oké. Okay. Dus dat kan nog een dag duren. Ha? Dat kan. Dan gaan dingen geheeld worden. Of je hebt nog een dag heling nodig. Of even loslaten of wat dan ook. Dat kan. Ja, dat hoeft natuurlijk niet. Dan komt iemand terug. Komt iemand terug. Second chance. Tweede kans op de bank. De tweede kans komt eraan. De tweede komt eraan. Zo moet ik zeggen. De tweede komt eraan. Opportunity. Mogelijkheid. En making amends. Dus jullie gaan met elkaar praten. Jullie gaan communiceren met elkaar. En die pijn die je hebt gehad. Die jij hebt gehad. Die hij heeft gehad. Of die hij nu misschien nog heeft. Voorzichtig zijn. Dat hoeft niet meer dan. Hè? Dus dat is dan niet meer nodig. Het heeft te maken ook misschien met een vorig leven. Ik heb ook het gevoel dat als jullie samenkomen, dat daar nog oude stukken direct. Maar dat weet je. Je hebt natuurlijk al innerlijk werk gedaan, hè, toen je apart was, hè, toen je geen contact had. Heeft ieder van jullie innerlijk werk gedaan. Dat je dus echt de leegte hebt kunnen laten zijn voor wat het is. En dat je dus ook nu ziet van het is oké. De leegte is oké, is niet meer eng. De leegte is gewoon leeg en is oké, het voelt goed. En dat je dan ook, wat moet ik zeggen? Ja, een stukje vorig leven opschoont. Dat voel ik wel. Dat daar, als je elkaar ziet en als je elkaar vasthoudt, en dat hoeft niet eens besproken te worden, maar ik voel voor mij dat de energie van een vorig leven opgeschoond wordt. Dat die pijn wat je in een vorig leven hebt gehad, als je elkaar in een vorig leven heel vaak kwijt bent geraakt, dat hij er niet was, en dan nu dat die persoon weer terugkomt, dat je, ja, wat ik net zei, dat hij je daar in een vorig leven alleen heeft gelaten, die energie kan dus nu ook vrij. Want, en het kan zijn dat je daar nu geen last meer van hebt, dat hoeft ook niet, maar dat kan wel bevrijd worden, dat kan dus gewoon losgelaten worden. En dat je misschien toen heel erg hebt moeten denken van, ja, ik heb hem gemist, ik mis hem en dat. Maar dat gaat dus weg. Dat is nu, dat kun je loslaten. Dat kun je dus achter je laten. En dan ga je dus echt alleen maar het stukje krijgen van, ja, we gaan onze droom waarmaken. En dan, zie je dan. Dus die droom, die fantasie, nou ja, fantasie is het dan niet meer. Dat wordt gewoon werkelijkheid. Dan ga je dus echt door die poort heen en door die, ja, die tunnel heen. En dan gaat alles in de realiteit komen. Nog twee hoor ik. En het masker, wat je dus echt niet wist, dat gaat ook af. Dus wat je verborgen hebt, dat hoeft niet meer. Dat ligt dan net hetzelfde hier. Dus dat stoppen, dat verbergen achter een masker, hoeven jullie dadelijk niet meer. Alle twee niet meer. Dan mag je open en vrij spreken van dit is de persoon waarbij ik ben. Dit is de persoon waarvan ik hou. En hier ga ik verder mee. En dat kun je dan ook zeggen. Hè? Maar nu moest het misschien. Kon het niet, door welke omstandigheden dan ook. Maar dadelijk is dat niet meer nodig. En ik wil nog even de kaarten pakken van de liefdesboodschappen van de een naar de ander. Even kijken waar die zijn. Oh ja,
Nou, als eerste de Divine Feminine. Oh, daar gaat het licht aan. Van de Divine Feminine naar de Divine Masculine. Wat wil jij jouw Divine Masculine zeggen? Kijk, en ook als je in dit proces zit, hè, dat je dus echt daar heel veel stress van hebt, van jouw tweelingziel, is dat natuurlijk die, dat stukje voor december ook heel fijn, dat project wat ik ga doen. You are the one in my dreams. Dat geeft de Divine Feminine aan naar de Divine Masculine. I'm sorry that I pushed you. Ja, kan. Dat je dat denkt. Huh? Maar ja, dat was dan even zo. Our passion is on fire. Dus dat is in ieder geval heel veel ramenergie, heel veel vuurenergie. Ja, en die energieën die zijn gewoon goed, top. Toch? Want dat is natuurlijk wat je ook wenst. Goed, we gaan kijken wat de Divine Masculine tegen jou wil zeggen. Divine Feminine. Als eerste, I see signs about you. Dus hij ziet tekens. En hij mist jullie vriendschap. Want dat is natuurlijk zo, hè, dat je, ja, je, het is niet alleen hè, dat je van elkaar houdt, maar het is ook, ja, je beste vriend. I see you everywhere. Of je beste vriendin. Want zo moet het eigenlijk voelen. Als je dat niet voelt, dan klopt er iets niet. En het moet ook eigenlijk zo voelen alsof je die persoon al jaren kent. En alles kunt zeggen. I desire you on every level. And our love will conquer all. Ja, en als je al heel veel hebt meegemaakt samen, dan is dat ook zo natuurlijk. Hè? Goed. Bij deze hebben jullie nu een half uur kunnen genieten van die transformatie, wil ik zeggen. Van die frequentietherapie. Dus als jij zegt van, daar wil ik bij zijn voor €57 een hele maand. Dit ontvangen, deze zal ik aanzetten. De ontspanning, ik zal aanzetten. De loslaten, die wil ik sowieso gebruiken. Maar ook je hele lichaam resetten. Dat, en de chakras. Ja, er zijn 30 dagen voor daar heel erg aan te werken. Dus dat gaan we ook doen. En ik ga gewoon werken zoals mijn gidsen. Ik laat me leiden door mijn gevoel. Dus ik ga ook niet, je moet niet verwachten dat ik dagelijks daar online ga, want dat ga ik niet doen. Dat kan ik je nu al zeggen. Dat gaat niet gebeuren. Maar ik ga wel, zodra ik voel dat ik iets moet delen voor jullie, dat jullie hulp nodig hebben, dan ga je dat wel ontvangen. Dan ga je die hulp krijgen. Op welke manier dan ook. Of een gesproken tekst of een videootje dat ik erin zet, want ook dat kan. En als je zegt van ik wil de volgende maand ook meedoen, want ik zet dat dan even uit, dat wordt dan stopgezet, ik heb dat zo ingeprogrammeerd, dan kun je het even niet kopen vanaf, want 1 december hè, of 30 november gaan de deuren dicht, want we gaan 1 december beginnen, dus 30 november is het gewoon klaar, dan kun je niet meer kopen. Dan moet je even wachten tot de volgende maand. Dat kunnen natuurlijk meedoen aan die volgende maand, maar er zijn dus wel andere sessies. En al die video's en die informatie wat ik dan voor de maand december erin zet, die worden weggehaald, omdat het dan weer gevuld wordt met nieuwe. Dus dat haal ik wel weg, maar de informatie over de healing methodes, die blijft gewoon staan. Dat zie je elke maand hetzelfde. Dus denk niet van, ja dan kan ik dat van de vorige maand kijken. Nee, dat heb ik zo opgelost, dat ga ik weghalen. En dan krijgt iedereen die dus gewoon voor 1 maand betaalt, krijgt gewoon die maand healing transmissies en live sessies en wat ik allemaal nog ga doen. Ik weet het niet, misschien komt er nog meer bij. Misschien hebben mijn gidsen wel zoiets van, Jack, dit moet je doen of dit moet je doen. Gisteren werd me gezegd, je moet een plaatje maken, een plaatje ergens vandaan halen, maakt niet uit. Jij weet, als je het ziet, weet je het. En dat plaatje, dat zet je aan, dan zet je de Healy aan en wij zorgen dat die frequentie erin komt als je dat plaatje kijkt. Ik weet dat het zo werkt, het werkt ook zo met foto's lezen, wat ik in het begin zei. Ik kan ook gewoon de energie lezen van iemand, maar ik kan ook gewoon intunen op iemand als dat nodig is. Al woont hij in Timbuktu, maakt niet uit. Dus dat, maar goed. En van de week had ik een sessie met een mevrouw uit Macedonië. Die kwam vanuit die mevrouw vanuit Ierland, vanuit Dublin. En zij gaat werken in Bali. En die mevrouw van woensdag. En die werkte in Turkije. Dus ik zeg ook, en dat was zo'n match weer qua energie, level. Fantastisch.
Dus dit is echt wat ik ga doen. Als daar nog meer komt vanuit het buitenland, helemaal prima. Ik vind alles goed. Engels is ook geen probleem. Frans, dat moet je me niet mee komen. Dat snap ik niet. Dat vind ik lastig. Maar goed, dit is gewoon wat ik wens te doen. Dus alles wat ik gemanifesteerd heb vorig jaar in de magische nachten, is bij mij of uitgekomen of staat op het punt uit te komen. En daar ga ik jullie dus ook nog bij helpen. Dat wordt als extraatje nog aangeboden. Dat komt apart. En wanneer we daarmee gaan starten, rond de 12e, 12 december ergens. Dus houd in de gaten. Dan ga ik jullie begeleiden tot en met 6 januari. En daar ga ik jullie echt in de manifestaties gooien. Ja. Dan ga je dus... Maar daarom is het ook belangrijk om die stress weg te hebben. Dat je die manifestaties tijdens de magische nachten gewoon goed fatsoenlijk kunt opschrijven. En ook goed kunt manifesteren. Dus daar ga ik je dan bij helpen. Goed, ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag. Dankjewel voor het kijken en namaste. Tot snel.